Hier de 1505 over. Ik zie veel activiteiten in het gebouw. Er lopen een aantal mensen bij de ingang. En ik zie een aantal mensen binnenlopen. Er lijkt iets van paniek. Volgens mij zijn ze bang voor de helikopter. Politie, laat je handen zien! Laat je handen zien! Geen beweging, laat je handen zien! Politie, laat je handen zien! Nu! Yo, what up mensen? Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. KillerJay. Vandaag de tweede aflevering van KillerJay Roleplay. In de vorige aflevering was Stefan ontvoerd. Als je die aflevering nog niet hebt gecheckt, ga hem sowieso checken, want dit is een vervolg daarop. En we gaan in deze aflevering samen met het arrestatieteam een van de twee kidnapverdachten of een van de twee gijzelnemers gaan we proberen te pakken. Dus of dat gaat lukken, daarvoor moet je natuurlijk de video kijken. Maar ik heb er zo'n gevoel bij dat het een heel groot succes gaat worden. Like natuurlijk even deze video als je er zin in hebt. Vergeet niet even te abonneren als je hier nieuw bent. En druk natuurlijk even op dat belletje om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's die worden geüpload op dit kanaal. Ik ben weer helemaal terug. Nog niet met dagelijkse uploads, maar dat komt binnenkort wel weer. Ik wens jullie in ieder geval veel kijkplezier. Volg me nog even op Twitter, Facebook, Instagram en mijn andere social media. Alle linkjes daar naartoe staan in de beschrijving. En wil je nou ook op de No Way Roleplay server spelen? Vergeet dan niet even de Discord daarvoor te joinen. Die zal ik ook apart linken in de beschrijving. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Enjoy de video. Goedemorgen heren, welkom bij de briefing van 18 september 2018. Dit is de ochtendbriefing voor de diensten van vandaag. Ik zie dat we de 10.01 vandaag hebben in Los Santos en de 10.02. Welkom heren. De voorvallen die de laatste dagen in Los Santos zijn gebeurd, waar we een beetje op moeten opletten, is er wordt veel drugs gehandeld, momenteel bij de weeddealer. Voor de rest zijn er wat onrust dingetjes gebeurd bij het Blokkenpark, oftewel het bekende Blokkenpark hier in Los Santos. En we hebben een doorbraak in de zaak van Stefan Smit. De jongen die laatst is ontvoerd, die mee was als cameraman op onze dienst, hebben we nu eindelijk een verdachte van op kunnen sporen. We vermoeden dat hij momenteel in het huis, het oude voormalige huis van Franklin verblijft. Ook wel het huis waar veel maffia dingen gebeuren. En hij verblijft daar met een aantal vrienden. Dus een van de opdrachten vandaag zal zijn dat we daar zullen langsgaan als onopvallend agenten. Niet geïnformeerd. En we gaan daar een pakketje afleveren om te kijken of we de persoon die zich daar momenteel verschuilt kunnen identificeren als de daadwerkelijke man die gezocht wordt. Staat er in de planning om morgen een instap te doen samen met het arrestatieteam als de persoon daar daadwerkelijk verblijft. En daarbij zullen we hulp krijgen van de Zulu om de omgeving te scannen op eventuele gevaren. Is er nog inbreng vanuit jullie kant, jongens? Nee, niet echt. Alles is duidelijk. Okay. Nee. Nou, de 10.01 is deze ochtend belast met de noodhulp. Jullie zullen gewoon door Los Santos heen gaan rijden vandaag. En de noodhulp doen, alle meldingen rijden. De 10.02 die zal straks met mij gaan omkleden en wij gaan zo meteen langs het huis om te kijken of de verdachte zich daar daadwerkelijk schuilhoudt. 10.01 houdt de porten wel in de gaten natuurlijk. Mogen wij backup nodig hebben, zullen we jullie oproepen om ons daar te komen ondersteunen. Maar we verwachten dat alles gewoon volgens plan gaat verlopen hopelijk en dat we veilig gewoon weer terug op het bureau kunnen komen om de verdere plannen voor te gaan bereiden. Verder is het ook de bedoeling dat dit vooral geheim blijft, hè? Dat de verdachte niet op de hoogte raakt van wat we vandaag en morgen van plan gaan zijn. En dat de AT instap morgen, mocht de verdachte zich daar schuilhouden, ook gewoon vlekkeloos gaat verlopen. We hebben wel vernomen dat de verdachte enkele vrienden op dit eiland heeft die vandaag en morgen waarschijnlijk ook in zijn huis zullen verblijven waar hij zich mee schuilhoudt. Dus sowieso is dat wel een reden voor het AT om extra voorzichtig te zijn en de instap extra goed te plannen. De verdachte is vuurwapengevaarlijk, jongens. Dus houd dat ook in de gaten. Meneer heeft ook een vuurwapen gebruikt bij de ontvoering. Dus zal waarschijnlijk ook in bezit zijn van een vuurwapen vandaag de dag. Dus hou je ogen scherp en blijf voorzichtig. En mochten we die instap gaan doen, trek natuurlijk de zware vestjes aan. Dan wens ik de 10.01 een fijne dienst. En mag de 10.02 zometeen met mij meekomen om ons te gaan omkleden om richting het huis van de verdachte te gaan. Top, duidelijk. Oké, 10.01, jullie kunnen in de auto gaan stappen en de dienst gaan draaien. Mochten we jullie nodig hebben, roepen jullie op via de porto. Hou het portoverkeer luid, duidelijk en kort. En dan wens ik jullie ieder een veilige dienst toe. Zo Jordi, dat wordt een spannende dienst vandaag. Wij gaan samen met z'n tweeën zo meteen langs om dat pakketje af te leveren. Om te kijken of we de verdachte kunnen identificeren. Als jij een foto zou kunnen maken van de verdachte, zou helemaal top zijn. Dan kunnen we zo meteen ook nog even Stefan Smit bellen om te kijken of hij de verdachte ook daadwerkelijk herkent. Maar ik weet niet of hij zijn gezicht heeft gezien tijdens de ontvoering.
Maar ja, sowieso zo meteen even je badge afdoen en zo, want die zweeft nog op je borst. We gaan ons wel even omkleden zo. En dan dacht ik om in de BMW te gaan. Of, ja, die is natuurlijk unmarked. Dus dan hebben ze niet door dat het een politieauto is, hopelijk. En dan ja, gaan wij die kant uit. Laten we ons gaan omkleden, Pik. Is goed, man. Ik ben best nerveus eigenlijk. Ja, man. Hou sowieso wel je dienstwapen bij en zo natuurlijk. Als er wat misgaat, dan moeten we natuurlijk wel onszelf kunnen verdedigen. We staan als goed is ook gewoon in contact met de 1001. Dus mocht er echt iets misgaan, dan kleed jij eerst maar even om, man. Ik zal niet kijken. Zeg maar als je klaar bent. Zo, ik ben klaar. Yes. Oh, zo. Ben je net op vakantie geweest naar Hawaii of zo? Damn. Ja. Dat is één chic vestje, man. Oké, ik ga ook eens omkleden. Niet kijken, hè? Ook niet via de spiegel. Oké. Ik heb in ieder geval mijn oortje in, dus ik heb nog steeds portocontact met de jongens. Ja, laten we die kant op gaan. Hier de 1002 en de 1001. Wij gaan het pakketje afleveren bij de verdachte. Over. Begrepen. Zo, nog even de auto uit de graaf. Hé, wacht, is dat Stefan? Stefan, wat doe je hier? Ja. Goeiedag, heren. Wat doe je hier, Steef? Hoe gaat het nu met je, man? Ja, het gaat nu wel beter, man. Oh, ik ben nog steeds nog niet helemaal bijgekomen wat er vorige week is gebeurd, man. Oh, heeft, ja, het regent en ik moet nu met de fiets naar huis toe. Ik kwam nog even wat papierwerk inleveren hier. Ah, oké. Okay. Heeft de verzekering je kamer al vergoed, of niet? Ja, nee, ik heb mijn appartement opgezet, want dat is veel te duur. Dus ik heb nu iets goedkopers gehuurd in de stad. Oké, okay, nou top. Beter om te horen, man. Nou ja, niet beter eigenlijk. Het spijt me, man. Ja, elke dag slapen bij jou op de bank is natuurlijk ook niks, hè. Nee. In ieder geval, ja, we hebben verdachte op het oog. Dit is eigenlijk nog geheime informatie, maar ik denk dan weet je het alvast even. Wij gaan zometeen bij hem langs. Maar blijf eruit de buurt, man. Het is gewoon voor je eigen veiligheid. Weet je, als we hem te pakken hebben vandaag, dan haal ik je er sowieso bij. En dan kun je die scumbag gewoon nog een keertje identificeren. En dan kunnen we ervoor zorgen dat hij in ieder geval de rest van zijn leven... Ik herken hem denk ik nog wel. Zijn stem was best wel duidelijk. En zijn gezichtsuitdrukking, die herken ik uit duizenden. Oké. Okay. In ieder geval, ik heb je telefoonnummer, Pik. Dus als we hem te pakken krijgen vandaag, dan bel ik je sowieso. Ja, man. Geef me dan even een belletje. Is goed, man. Ik wens jullie heel veel succes met de operatie, heren. Dankjewel, man. Dankjewel. Ja, maar ook fietsen die regen. Hey, je hebt je badge nog op je borst, man. Moet je even afdoen. Oh, wacht even dan. Is het weg? Ja, man. Beter. Ik heb hem daar nog gewoon in de bosjes gegooid. Ja, pak straks zo weer. Oké. Jij hebt de tas bij je met het pakketje erin, zie ik? Ja, zeker. Toppie, man. Oké, okay, pak even snel de auto. Nou ja, pakketje. Ja, pakket. Dit is toch een luxe auto, dit. Ja, we mogen eigenlijk niet klagen, hè, bij de politie hier zo. Zo. Dit is de eerste keer dat ik er eigenlijk echt in zit. We mogen toch niet opvallen, want we zijn geen politie vandaag. Althans, voor het afleveren van het pakketje zijn we geen politie. Even kijken hoor, had jij de GPS-locatie nog van de briefing onthouden? Ja, Franklin's huis, maar ik weet niet precies waar dat zit. Ja, het zit dus ergens hier in de Vinewood Hills, als het goed is. Maar waar precies weet ik dus ook niet. Ik zeg, laten we gewoon eerst even een stukje die kant op gaan. Misschien herkennen we het wel weer. Ja, volgens mij zit het ergens daar zo, ja. Inderdaad. We rijden gewoon die kant uit en we zien het wel. Nog wat meegemaakt dit weekend? Nee. Eigenlijk niet echt. Jij? Nee, ik ook niet, man. Ja, ik wou dat ik wel meegemaakt had, maar ik ben alleen maar met deze zaak bezig geweest. Eindelijk een doorbraakje. Dat is dan wel weer fijn natuurlijk, maar... Het is toch wel hard werken, ja, man. Ik hoop dat het zo meteen goed gaat. Ja, ik hoop het ook, ik hoop het ook. Ik heb wel het dienstwapen gelukkig nog mee. Ja, die moet je ook sowieso bijhouden, man. Weet je, gewoon voor je eigen veiligheid natuurlijk. Maar laat hem niet zien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb hem bij op zo'n gangsterstel. Heb ik een keer een film gezien achter de riem. Ah ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ik doe het een brusje eroverheen. Sowieso, niemand ziet het, niemand ziet het. Trouwens, wat er in die tas zit, ik weet niet of je het al weet, maar het is 10 kilo cocaïne. Dat is wat er besteld is op de dark web.
En die hebben wij onderschept. En die gaan wij nu afleveren in plaats van hun. De daadwerkelijke bezorgers. Oké. Dan komt mijn outfitje best wel goed van pas, Colombiaans. Ja toch. Beetje erop lijken, toch? Dat is het halve werk. Geloofwaardigheid is het halve werk, man. Hey, Jordi, wakker worden, man. We zijn er bijna. Ja. Oké. Het is hier in de buurt, man. Hier moet ergens het huis zijn waar hij voor het laatst gezien is. Althans, volgens ooggetuigen. Ja, ik snap dat je moe bent, man. Maar nu even frisse kop, hè. Frisse kopje erbij. Kom op. Ja, doe even het raampje gauw los. Moet ik de raam even openzetten? Moet je even uitwaaien? Ah, oh, het gaat wel goed met die airco, hoor. Oké, toppie. Oké, het zijn zeer gevaarlijke guys, dus weet je, hou je ogen open. Dat is denk ik het belangrijkste. En laat je niet verrassen door wat ze zeggen. Top. Oké, het is hierboven, man. Als we hier straks linksaf gaan, daar is het. Het grote huis hier zo. Precies hier. Zo. Oh, ik zie het. Gekke mannen hier, man. Goedendag. Goedendag. Wij hebben een pakketje hier. Die moest hier bezorgd worden. Besteld op de dark web. Oké. Het gaat hier om een kilootje coke. Kilootje coke. Oké. Maar ik heb dat niet besteld, dus dan moet ik denk ik even mijn maat erbij halen. Ja, nee, is prima. Haal hem maar even op. Of mogen we gewoon even mee naar binnen? Ik ben er zo weer. Nee, wacht nog maar heel even buiten. Ja, is prima hoor. Prima hoor. Nee, ze hebben nog niks door volgens mij. Nee, zou ik niet te hard zeggen voor camera's of zo? Ik weet niet wat ze hier aan het bouwen zijn, maar één gekke auto met dikke springveren erin, zeg. Hey, kijk hem daar nou. Hey, is dat nou... Of... Ja, dit is mijn maat. Goedendag. Hi, goedemiddag hier. Goedemiddag, waar is het pakketje voor u? Wat is er aan de hand? Het pakketje? Ja, dus er is een kilootje coke besteld op onze website via de dark web. Dat komen wij afleveren hier. Een kilootje coke? Ah, ik heb alleen een televisie besteld, maar dat coke mag hier ook wel neerleggen dan. Oh, nou, het zit in de tas. Kunnen we het even binnen neerleggen? Die tas is best zwaar, man. Nee, je hoeft niet bij me binnen te komen, hoor. Niet over mijn vloer. Oké. Die beste man daar is al allemaal karton binnen gelegd. Nou, ik wil niet nog meer van die vieze voetstapjes, hoor. Oké, dan ik zal zeggen, geef de tas maar aan de heer en dan kunnen wij er weer vandoor. Betaling is gewoon via Bitcoin gegaan, dus dat is helemaal prima. Betaling is bevestigd, dus... Top. Ja, Jordi, geef die tas maar en dan kunnen we... Ja, toppie, man. Toppie. Nou, dan wens ik jullie, heren, een fijne dag. Dankjewel. Veel succes erbij, heren. Dank u wel. Ik heb helemaal niks betaald, joh. Wat een ellende. Ja, hier de 1001 en de 1002 en de 1001 over. Geef bericht. Ja, dit is de 1002. We hebben het pakketje net afgeleverd. Verdachte, de stem komt erg bekend voor. We hebben ook een geluidsopname gemaakt, dus ik ga zo meteen Stefan even bellen voordat we echt de instap gaan doen. En de Zulu moet er nog even boven vliegen, want we hebben niet binnen kunnen kijken helaas. Dus dan kan de Zulu met de hittecamera in ieder geval nog even beelden maken van hoe het gebouw eruit ziet voor het AT straks. Maar ik denk dat we genoeg hebben voor een instap, jongens. Begrepen. Oké. Wij gaan terug naar het bureau. Ik hoop jullie daar te zien uit. Zo mensen, eerst even Stefan bellen. Hij moet dit horen. Het is goed nieuws. Hopelijk neemt hij op. Hopelijk is hij er. Dat zal wel erg chill zijn. Hallo, met Stefan. Yo, Stefan. Hey man, ik heb goed nieuws voor je, pik. Ik ga je even snel een geluidsbestandje sturen via WhatsApp. Als het goed is... Oké. Als het goed is dit de gast die jou ontvoerd heeft, man. Hij leek er in ieder geval op zijn stem. Ik herkende het. Ik weet niet of jij het herkent. Maar als het goed is gaan we morgen vroeg de aanhouding verrichten, man. Met het arrestatieteam. Hier heb je het geluidsbestandje. Oh, heb je het dan over de daders die mij hebben ontvoerd? Ja, man. Van vorige week. We hebben
Around the clock gewerkt, 24/7. Supergoed nieuws. Yes. En als het goed is, is dit dan, man. Dus ik stuur je nou even via WhatsApp een geluidsbestandje. Open hem even in het gesprek. Okay. En dan kun je even vertellen of je de stem herkent. En alsjeblieft, ik snap als het te veel is voor je. Weet je, het is toch een hele gebeurtenis wat je hebt meegemaakt. Maar ja, ik, als ik jij nu zegt dat je de stem herkent, dan kunnen we het doen, man. Dan kunnen we die instap maken morgen vroeg. Hier komt hij, man. Nou, laat de stem horen. Ben je het aan het luisteren nu? Hoor niks. Ik heb je net via WhatsApp gestuurd, man. Je kan het openen via WhatsApp. Oh, of via WhatsApp. Oké, moet ik dan even ophangen en check even mijn app? Ja, is cool, man. Bel me zo terug. Ja. Oké, het wachten is op... Noé. Stefan. Kijken of hij terug kan bellen. Ik hoop echt dat dit de gast is, man, die we zoeken. Ik ga er wel vanuit. Ik ga er vanuit dat dit hem is. Yo, met Joey. Ja man, ik heb het fragment geluisterd en die stem lijkt echt heel erg. Dat is precies dat accent wat ik toen ook hoorde. Zo praten al die mensen, okay. Zo praten al die lui daar. En die andere stemmen die op de tape hoorden, hoorde je nog een tweede verdachte? Nee, het waren wel andere mensen, maar die heb ik niet gehoord die mij hebben meegenomen toen. Oké, nou ja, dan gaan we in ieder geval voor de hoofdverdachte. De naam van hem is Cole. Zodra we hem hebben gepakt, Steve, ik bel je. Als je dan op het bureau zou kunnen komen, zou helemaal geweldig zijn. Dan kun je nog even kijken of je hem echt herkent. En dan kan hij de bak in. Ja, nou, zijn gezichtsuitdrukking die herken ik uit duizenden. Wat zo bekend gezicht. Oké, nou ja, in ieder geval, bro, ik ga mijn best doen voor je. En als we hem te pakken hebben, ik bel je gelijk, oké? Ah, super man, super. Ik ben heel benieuwd. Yo, is cool man. Ik hou je op de hoogte, pik. Yo. Zo, oké. Tijd voor de briefing. Heren, iedereen aanwezig? Hallo? Yo. Ja. Hi. Ik zie dat de Zulu-piloot er nog niet is. Ik ga even kijken of die op de radio zit. 5005, kunt u komen naar de briefingruimte voor de briefing over? Hier de 5005 over. Ja, kom eraan. Als okay, de helikopter aan het klaarmaken. Jongens, het is nog even wachten op de Zulu-piloot. En dan hebben we heel goed nieuws, jongens. Jullie drie zijn alle drie lid van het AT, heb ik begrepen. Vandaar ook dat jullie vandaag bij deze briefing zijn. Want morgen vroeg gaan we namelijk een instap doen met z'n allen. Maar het wachten is nog even op de Zulu-piloot voor de beelden. Dan hebben we echt goede confirmatie hoe en wat en hoe. Dus ja, daar is het wachten nog even op. Twee man gaan in de auto heen. Eén iemand gaat met de Zulu, dat ben ik. Drie man gaan dus met de auto heen. En ik ga met de Zulu heen. Ik zal abzeilen als ik daar ben, maar dan kan ik zelf nog even de camerabeelden bekijken vanuit de Zulu ook. En dan blijven we in contact via de radio. Als we allemaal bij het huis zijn, het voormalig maffiahuis. Franklin heeft er vroeger gewoond. Dan gaan we vanaf daar gezamenlijk de instap doen. De hoofdverdachte is een donker persoon van huidskleur. Rasta haar en luistert naar de naam Cole. Cole Vijver. Dat is de hoofdverdachte en dat is ook degene die vorige week Stefan Smit heeft ontvoerd. De Zulu-piloot is er nu ook bij, zie ik. Zulu, als u alvast de heli wil prepareren en die kant op wil gaan om de hittecamera beelden te gaan maken, dat zou helemaal geweldig zijn. En die dan door te sturen naar ons, zodat wij onze operatie kunnen voorbereiden. Ja, dat is begrepen. Oké, helemaal top. Jongens, wij kunnen ons gaan omkleden. De uitrusting voor vandaag zal zijn het gewone normale AT-uniform. De carbine rifle kunnen we meenemen, de taser, het normale dienstpistool. En natuurlijk de gasgranaten. Als het echt uit de hand gaat lopen, dan gooien we gewoon het hele huis vol met traangas. En dan moeten ze wel naar buiten komen. Dat is in ieder geval de uitrusting voor vandaag, jongens. Wij kunnen ons gaan omkleden en dan is het even wachten op de beelden van de Zulu die er zo meteen aan gaan komen. Dan gaan we die nog even samen bekijken. En dan weten we precies wie er binnen zijn, hoeveel mannen er binnen zijn en wat het beste plan van aanpak is. Ik ben trouwens al wel op locatie geweest, jongens. De sniper rifle hoeft dus niet meegenomen te worden vandaag. Want er zijn geen lange punten waarvan we kunnen schieten. Check zo meteen sowieso allemaal even je wapen. Dat die goed geladen is. Voordat we op pad gaan. Ik zei net dat ik in de heli heen zou gaan. Ik denk toch dat we gewoon het beste met twee auto's kunnen gaan. Aangezien we natuurlijk ook de verdachte terug moeten vervoeren naar het bureau. En dan houdt de heli overzicht van een hoge hoogte. Zodat hij niet zo opvalt. Het wachten is nu echt daadwerkelijk op het bericht van de heli. Dus ik ga even over de radio contact zoeken met de heli. Dat is begrepen. 5005, hier de 5001. Bent u al in de lucht over?
Hier de 5005. Ik ben nu bezig met de opstartprocedure. De helikopter kan elk moment de lucht in. Oké, dat is genomen over. Wij wachten op het bureau voor de informatie die u gaat maken met de camerabeelden. En dan gaan wij in ieder geval onze auto's alvast voorbereiden voor de instap over. Dat is begrepen over. Ik ga nu opstijgen en naar de locatie die we hebben doorgestuurd. Dat is genomen. Uit. Oké, jongens, wij kunnen de auto's gaan voorbereiden. Zorg dat ze afgetankt zijn. Zorg dat ze er goed uitzien. En dan gaan we zo nog even de instap doornemen. In ieder geval hoe ik naar binnen wil gaan zometeen. En dan kunnen we de instap gaan uitvoeren zometeen. Iedereen van de 5001 even uitstijgen uit de voertuigen. Dan gaan we even de approach op het huis oefenen. En even kijken of alles goed in het koppie zit. Volg mijn leiding, oké? En dan gaan we bij het politiebureau gebruiken we dit even als oefenterrein. De instap is als volgt. We gaan rustig op het huis af. Niet in de voertuigen, die parkeren we een klein stukje verderop. Zodat ze in ieder geval niet de voertuigen horen aankomen, jongens. Dan wil ik dat één iemand voor de deur staat om het slot kapot te schieten. Vervolgens gaan we met z'n drieën naar binnen. En degene die het slot kapot schiet, gaat als laatste naar binnen. We kleren kamer voor kamer. Als de kamer veilig is en geen verdachte is, roep je veilig. Zo hard mogelijk. Dus ga ook shouten en niet normaal praten. Alsjeblieft bij de instap. Verder, als we de instap eenmaal hebben gedaan en we hebben de verdachten aangehouden, gaan we ze zo snel mogelijk terugtransporteren naar het bureau. De hoofdverdachte is in ieder geval de donkere persoon. Die is echt betrokken geweest bij de kidnapping. Mochten er meerdere verdachten in het huis zijn waar we wel van uitgaan en ze gaan rennen, focus je op de hoofdverdachte. Oké? Dat is wel belangrijk. Oké, wij gaan even de instap oefenen bij de deur, zodat we het even één keer kunnen doen. Natuurlijk niet met echte kogels. Loop snel met me mee, jongens. Loop snel met me mee. Hier de 5005, over. De 5001, zegt u het maar. Ik ben te plaatsen en ik kijk nu met de hittecamera richting het pand. Ja. En ik zie op dit moment vier personen, waarvan twee binnen. Eentje staat buiten bij de auto's en eentje staat ergens in de woonkamer, over. Dat is genomen, over. De heren bij het zwembad, die lopen nu te kijken naar de Zulu die in de lucht hangt. Oké. Dus dan twee man buiten bij het zwembad. Okay, ze lopen nu te wijzen richting de Zulu, dus ze hebben door dat er een Zulu in de lucht hangt. Oké, dan mag u terugkomen naar het bureau 505, zodat wij de camerabeelden ook nog even kunnen bekijken voor de instap. En dan kunnen we die kant uitgaan. Op het bureau bespreken we wel de tactiek. We willen graag de hoofdverdachte pakken natuurlijk, maar iedereen die daar binnen is, is mooi meegenomen als die ook gepakt wordt. Oké? Want het zijn allemaal criminelen, het is één grote drugsbende daar zo. Dus iedereen die er is, wordt gewoon aangehouden, maar de hoofdverdachte is de prioriteit, oké? Dan zeg ik, laten we nog even onszelf gaan klaarmaken. Ga nog even wat voor jezelf doen. Was je gezicht. Weet ik veel. Doe een luchtje op. Neem een douche. Spuit wat deodorant bij je kruis. Ik weet niet wat je doet in je vrije tijd. Maar bereid jezelf mentaal voor. Want deze instap gaat gevaarlijk worden, jongens. Oké, jongens. We hebben dit goed getraind. Het is weer tijd om de kant op te gaan. Iedereen heeft de locatie van het huis. We gaan beneden aan de straat parkeren, jongens. Dan werken we omhoog. Iedereen in de buurt wordt gewoon aangehouden. In de buurt van het huis wordt gewoon aangehouden. Hoofdverdachte is de donkere persoon Cole Vijver. Die was betrokken bij bij het daadwerkelijk delict van vorige week. De gijzeling. Maar iedereen die daar is, is gewoon potentieel aangehouden. Gewoon gelijk. Dus die gaan we gewoon allemaal aanhouden. We gaan nu die kant uit, jongens. Dus zet de motors maar aan. En laten we gaan rijden. Geen sirenes gebruiken en zo. Want we willen natuurlijk zo onbekend mogelijk blijven. Ook de 501 aan de Zulu. We kunnen ook ter plaatse gaan. En ons helpen met de camerabeelden, jongens. Dus iedereen... Veilige dienst. Hier de 5005, dat is begrepen. Ik zal wel een beetje afstand houden. Zodat ze niet gelijk de helikopter door hebben. Dat is genomen, over. Iedereen nogmaals, veilige dienst. Hou jezelf veilig en let op je buddies. Hier de 5005, over. Ik zie veel activiteit in het gebouw. Er lopen een aantal mensen bij de ingang. En ik zie een aantal mensen binnenlopen. Er lijkt iets van paniek. Volgens mij zijn ze bang voor de helikopter. Over. Dat is genomen, over. 5005, als er iets meer afstand zou kunnen houden, zou perfect zijn, over. Dat is begrepen, over. Hier de 5001 en de andere 5001 eenheid, als u even naast mij parkeert. Oké, jongens. We gaan zo meteen de instap doen. We rijden een stukje hier omhoog zo meteen. Ik zal het eerste voertuig zijn. Als ik mijn voertuig stop, dan gaan we uitstijgen.
En dan gaan we bewegen richting het huis. Hier de 5005. Twee mensen op de benedenetage bij het zwembad. Eén iemand bij de ingang van het gebouw en één iemand buiten bij de parkeerplaats over. Hier de 501 en de 505. Heeft u verdachte ook herkend? De donkere persoon, is die bij het zwembad of voor het huis? Ik zal nog even inzoomen. Het is moeilijk te zien, ik zie ze met de hittecamera namelijk. Dus ik kan niet echt onderscheid maken tussen wie is. Oké, okay, dat is genomen over. Wij gaan in ieder geval nu de instap doen. Dus radio stilte ervoor. Als we u nodig hebben, zullen we u gelijk inschakelen over. Volgens mij liggen ze te slapen in de slaapkamer beneden. Dat is genomen. Uit. Oké, okay, jongens, we gaan instijgen. In ieder geval als ik mijn auto stop, gaan we uitstijgen. Gaan we richting het huis bewegen. Vuurwapens op scherp. Niet dodelijk schieten. Dus schiet op de benen als het kan. Als het hier de 5005. Ik heb een vuurwapen gespot. Beneden bij de slaapkamer. Iemand trekt een vuurwapen en stopt hem daarna weer weg. Dus ik wil u waarschuwen op eventuele vuurwapens in dit pand. Over. Ja, dat is genomen. Radio stilte graag nu voor de instap die we gaan doen over. Dat is begrepen. Oké, okay, nogmaals dus, ja, als het echt niet anders kan, mag je gericht schieten dodelijk. Maar anders gebruik aanhalingsvuur. Probeer op de benen te schieten, tenzij je echt geen andere keuze hebt. We hebben deze zware vesten niet voor niks aan. Dus jongens, ga ze pakken. Instijgen jongens, kom op. We willen dit. Oké, jongens. Op een lijntje. We can do this. Oké, 501 maakt zich klaar voor de instap. Politie, laat je handen zien! Laat je handen zien! Geen beweging, laat je handen zien! Politie, laat je handen zien! Nu! Handen laten zien! Oké, okay, sla maar in de boeien. Jongens, sla maar in de boeien. Wat is er nou weer? Je bent aangehouden. Sla maar in de boeien. Oké, jongens, klaar voor de eerste stap? Ja, ik blijf staan. Het is niet heel vergekkig, hè. Oké, boeien. Jongens, klaar staan. Afboeien die man. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Klaar voor de eerste stap, jongens? Politie, maak jezelf bekend! Politie! Maak jezelf bekend, politie! Politie, maak jezelf bekend! Handen omhoog! Hier de 5005, één iemand beneden bij het zwembad over. Dat is genomen over. Staan blijven! Collega, kunt u hem afboeien? Gaan wij verder zoeken naar de andere verdachte. Oké, gaan we doen? Staan blijven, meneer. U bent geboeid. Oké, okay, dan moet hier ergens een trap zitten in het huis. Waar zit die trap? Hier de 5005, twee verdachten, of één verdachte bij het zwembad beneden. Eén iemand gaat rennen richting beneden, is beneden bij het zwembad naar beneden gesprongen. Rent nu naar de straat daaronder. Begrepen. Rent weg. Blijf hem volgen. Oké, okay, jongens, let's go. De ander die staat nog beneden met een vuurwapen, schiet op de helikopter. Beneden bij het zwembad, jongens. Schiet op de politie, helikopter. Politie, staan blijven! Staan blijven! Oh my god, dit is heel veel glas. Oh mijn god. Oh, de verdachte is aangereden door een auto op de weg onder de weg. Hij zit hier binnen, jongens, hij zit hier binnen. Hij rent met een grote rugtas nu een tuin in. Kan je proberen boven hem te hangen, Zulu? Zulu hangt nu boven de verdachte. Rent weer het zwembad uit en rent weer de weg op. Oh, valt van het hek af. Het lijkt erop dat hij in huis is ingegaan. Oké. Okay. De bewoner die rent gillend weg. 5005, kunt u er boven blijven hangen ook? Ik hoor schoten, jongens. Ik hoor schoten. Wat is dit, Jochen? Ik hoor schoten buiten het gebouw. Oké, okay, hier dus 5005. Ik zie de SWAT-eenheid beneden lopen. Hij zit in het gebouw waar u nu tegenaan loopt, over. Oh, damn. Ik kan hem zien begrepen. Met de camera. Dat is begrepen ook. Dus waar ongeveer in welke kamer ziet u dat ook? In het langwerpige deel van het huis, aan de kant waar je nu tegen de muur aan liep.
Ja. Dat gebouw waar je nu heen loopt, daar zit hij ergens in. Oké. Volgens mij kan hij nergens inkomen. Laat je handen zien! Laat je handen zien! Handen laten zien, vuurwapen laten vallen, op je knieën! Van het zwembad naar binnen. Op je knieën. Over. Op je knieën. Knieën. Op je knieën, vriend. Hij wordt geschoten. Op je knieën. Kijk, ik ga boeien. Ik heb één verdachte hier bij mij, hoort. Ai, gadverdamme, joh. Nee, je bent aangehouden. Ja, en dan naar links, door het hek heen. Oké. Okay. Ik heb nog één verdachte buiten het huis aangehouden, jongens. Ik weet niet of je daar naar binnen kan, maar daar binnen is die. Hij richt een vuurwapen op je. Doet zijn hand omhoog. 50-5, we hebben geen zicht, hè. Een van de collega's is daar nu met de verdachte bezig. Zulu hangt erboven. Dat is genomen, over. Ik zie in de hittecamera dat de verdachte op de knieën zit en dat uw collega volgens mij de verdachte staande heeft gehouden. Verdachte Cole Vijver is in de boeien. Dat is begrepen. Gefeliciteerd, jongens. Goed werk, heren. Goed werk, jongens. Oké, okay, als iedereen de verdachte naar het huis kan doen, dan kunnen we ze blinddoeken. Ik neem de verdachte van binnen mee. Ja, oké. Okay. Doe ze eerst even een blinddoek om voordat je ze afvoert. Ja, wat is dit eigenlijk allemaal? Hey, ik ben niet de goeie, hoor. Je zoekt een ander. Oké, okay, jullie zijn in ieder geval allemaal aangehouden, jongens. Ik ga je even blinddoeken, dan ga ik je meenemen naar de auto, oké? Ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Je bent aangehouden, ik ga je nu blinddoeken, meneer. Ja, is goed. Oké, ik doe de blinddoek om. Maar wel een schoon doekje, hè? Wel een schoon doekje, niet het. There we go. De andere verdachte ook al te pakken? Ja, we hebben in totaal 3 aanhoudingen. En nou, nu is het 3 aanhoudingen hadden verricht. Het is wel een beetje donker. Hier de 5005. In totaal had ik 5 man gezien op de hittecamera. 4 man, excuus. In het gebouw. Dus als jullie 3 hebben aangehouden, is nog eentje voortvluchtig. Ja, wij hebben hier 3. En Jordi heeft 4. Oké, dat is begrepen. Gadverdamme. Dit nou weer, joh. Met de helikopter, die crasht hem zo nog, hoor. Ik weet niet wat dit gebeurt. Ik weet niet of het de bedoeling is. Ja, oh, god. Plaats maar in het achterste voertuig. Laat me met rust hier. Ik heb niets gedaan. Wacht even. Laat me met rust, joh, gekke. Hé. Hey. Ah, nee, dat wil ik niet. Instappen. Oké, toppie. Laat me eruit. Wat heb ik gedaan? Ik zit hier weer zonder rijden, net als de vorige keer. Oké, meneer, dan moet je even dicht houden. Je bent aangehouden. Ik ben niet eronder verplicht. En op bureau hoort je waar je voor bent aangehouden, oké? Okay? Ja, waar moet ik op antwoorden dan? Dat hoort u op het bureau. Nou, jongens, goed. Jullie mogen één van de twee verdachten. Ik hou me wel weer stil. Gewoon zelf. Dit forcerend gedrag van jullie, nou, het bevalt me niet, hoor. Oké, meneer, ik zet u even neer en dan verwacht ik dat u zelf even instapt. Hij hoeft niet bij mij in te stappen, hoor. Hij stinkt. Instappen. Even instappen, meneer. Dank u wel. Dat is niet gebeurd. Oké, meneer, we gaan onderweg naar het bureau. En ja, daar zult u horen waarvoor u bent aangehaald. Wat was dat nou weer? Maar ja, laat me gewoon vrij. Ik heb helemaal niets gedaan, joh. Ik wil in ieder geval niet tot antwoord verplicht, meneer. Ik zie helemaal niks. En u hoort op het bureau verder, oké? Okay? Maar ik antwoord toch niet? Jullie zijn gewoon jaloers op mijn dikke Mercedes. BMW, wat dan ook. Hetzelfde allemaal. Hier de 5005. Welk voertuig kan ik het beste volgen met de helikopter? Over. Hier de 5001. Oh god, nou dit vind ik weer zo ellendig. En het voorste voertuig, waar is die momenteel? Is die aan het rijden? Oh, ik ga er achteraan. Wij rijden momenteel in de stad uit. Jo, greep. Hey Dimitri, wat is dit nou weer voor onzin? Heb je me in de val gelukt ofzo? Het lijkt net of we in een achtbaan zitten met een blindenkom, joh. Jezus Christus. Als ik erachter kom dat jij me in de val gelukt hebt, dan ben je er geweest. Heb je dat gehoord? Nou, ik zeker niet. Dit zou ik nooit vrijwillig doen, man. Het is geen plezant ritje.
Maar goed scaleren. Nou, een hard rijden, nou dat kunnen ze wel, merk ik. Ik weet niet hoe hard we gaan, maar iets te hard, denk ik. Ja, ik ken jou het rotje, je zit toch vast? Ja, ik zit zeker vast. Met een blinde kom, dat maakt wel een stukje spannender. Ja, zeker een stukje spannender, ja. Dat kun je wel stellen. Nou, zijn we er al? Ik kan een enkel stuk langzamer. Ik maal dat ze niet voor een stoplicht hebben gestopt. Nou joh, deze man raadt als een gek. Oké, even uitstappen. Je mag ook even uitstappen, meneer. Ga ik doen. Nou, u reed wel eens een maniakje, niet normaal. Collega, pakt u de andere uit het voertuig. We gaan even fouilleren. Heeft u nog scherpen voor bij u? Hier de 5005. Een van de verdachten staat buiten het hek over. Overal ben je je hoofd kwijt. Dit is de 501, dat is de broer. Ik dat is begrepen. Ik zal een oogje in het cel houden. Dat is trouwens wel een mooi dingetje. Heeft u nog scherpen voor bij u, meneer? Ik ga even fouilleren. Heeft u nog zijn voorbeeld bij zich waar ik zit? Hier de 5005, de Zulu, ik ga landen. Over. Oké, meneer, dan ga ik u nu fouilleren. Ja, prima. Brugtas zit trouwens nog zo'n balletjespistool. Waar wel lood uitkomt, zeg maar. Oké, je mag zich even omkleden. Oké, meneer, ja, ik zie het. Maar daar heb ik wel een wapenvergunning voor, dus daar heeft hij eigenlijk niets over te zeggen. Ik zie het, meneer. Oké, kunt u even uw identificeren, uw ID-kaart afgeven? Ja, als u even... Nou ja, Maar die andere gozer, die krijgt zeker een geheim, of zo'n andere... Oké, meneer. Even... Ja, dan wel voor uw ID-kaart, meneer. Die kunt net opgeven. Oké, ja, ik zie u heeft een wapenvergunning en een wapen op zak, dus dat is toestaan. Top, mag u plaatsen in de middelste cel? Die kleren krijg ik wel weer terug, hè? Ja, ja, zeker. Ik, die krijgt zeker echt... Ik neem mijn pistool af voor omdat u in de cel gaat, maar die krijgt u later weer terug. Ja, is goed, je. Niet terugkrijgen. Oké, meneer, u mag zich ook even omkleden. Meneer, een blauw vest, u mag zich hier even omkleden. En als ik jou nog één keer tegenkom, dan ben je de lul. Kunt u zich even omkleden, meneer? Ik hoop wat gebeurt er. Kleed u maar omkleden of u wordt getased, oké? Even meewerken. Hé! Jongens, omkleden, meneer. Laatste kans. Jongens, hier schieten we helemaal niks mee op. Meneer, u ook? Heb ik wel het kogel weer een vestje aan. Even stoppen met rondrennen. Oké, tegen de muur aan staan. Ja, ik probeer. U mag vast bewegen wanneer ik het zeg. Even omkleden, meneer. Ik het zeg. Toppie, mag u plaats nemen in de voorste cel? Ik het zeg. Staan blijven daar. Oh, sorry. Mag even plaats nemen, meneer. Ik het zeg. Top. Zal zo meteen een hulpofficier van justitie bij u komen, oké? Om jullie voor te geleiden. En de andere verdachte die net is aangehouden, jullie vriend, die wordt op dit moment verhoord. Dus dat jullie dat even weten, die zal hier zo meteen weer terugkomen, oké? Als ik jou nog één keer tegenkom, joh. Ja. Hallo. Jongens, wij kunnen ons omkleden. We hebben ons werk gedaan. Hallo. Hij laat die handen zien. Oké, meneer de hulpofficier van justitie. Als u de voorgeleiding heeft voldoen. De
de gijzelaar van vorige week is aangehouden. Samen met drie van zijn vrienden. Mm-hmm. In een pand waar veel drugs is aangetroffen. Yo. Dus drie van zijn vrienden zijn aangehouden voor in ieder geval pogingen drugs dealen. En grote hoeveelheden voor verkoop. En ja, meneer is zelf aangehouden natuurlijk voor de gijzeling van vorige week. Als u me dat even kunt mededelen beneden, de aanhouding kunt toetsen. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Okay. En dan kunnen wij verder met de rechtsvervolging. Dus als u mee kunt lopen. Mm-hmm. Ja. Even hoor, ik ben even opschrijven. Oké. Okay. Ach, daar bent u. Kan nogal luidruchtig zijn hier beneden, maar daar weten we alles van natuurlijk. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Ik zal zo even ook... degene die gekidnapt is, die kan dan nog even de persoon identificeren, meneer. Maar u kunt ze in ieder geval vast voorgeleiden. Oh, daar wil ik niet mee praten, wat met die vindt. Jongens, de hulpofficier van justitie is er om je leven voor te geleiden. Nou, daar wil ik niet mee praten. Hij heeft een eng outfitje aan. Hij heeft niet, de naam is Cole Vijver. Hallo, is, ik ben onderofficier zwart. Wat, hoe noem je me nou? Nee, dat is mijn achternaam. Oh. Excuses. Maar goed, jullie zijn dus aangehouden omdat jullie iemand gekidnapt hebben. Gekidnapt? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kom je daar nou weer bij? Nee, gekidnapt. Met een D. Als in een kind. Maar dit heb ik helemaal niet gedaan. Nou, als we hier even wachten, hulpofficier, dan haal ik Thomas er even bij. Ik moest toch echt je auto in elkaar sleutelen, hoor. Stefan! Haal me eruit, hoeveel, heb je te, hoeveel moet je ervoor hebben? Kom maar. Hoeveel moet je hebben? Als je, als je even kunt laten zien wie het is, dan hebben we dat gelijk on the record. Als je even meeloopt. Hebben jullie de dader gevonden? Zeker. Hoeveel moet je hebben? Er staat een collega boven, die zei loop maar naar beneden, de dader is daar. Witte snoepjes, witte poeder. Kijk, daar zit hij in de eerste cel, jongen. Kom hier maar even staan, dan ben je veilig. 15.000. 100.000. Hey, Cole. We hebben al wel gelijk een mooi pakje aan. 200.000. Kijk eens, herken je hem? Herken je hem nog? Ja, die stem en dat gezicht, ik herken hem gelijk. Dat is een van de ontvoerders van mij. Oké, je bent bij deze... Wat heb je nou voor grote mond? Je bent bij deze echt aangehouden voor ontvoering. Ha, je bent aangehouden. Ben je niet door de verplicht? Je hebt recht op een advocaat. Hij kan toch zomaar wat zeggen? Hoor hem dan, ha. Hé, weg is hij. Ja. Wat de vent? Ik herken die ook al, pik. Maar nou hebben we twee ooggetuigen, dus je bent een lul, man. Je bent echt een lul. Nee, je bent zelf een lul en nou op TV. Maar goed. Officier, wilt u nog wat zeggen tegen hun? Ja, niet meer doen, jongens. Wat? Ik stond gewoon die auto van die meneer in elkaar te sleutelen en ik zit hier opeens in een hond. Dat is mijn monteur. Die man hoort hier helemaal niet, jongens. Jongens, slaap lekker, hè. We komen morgen bij jullie voor verhoor. Wat? Hey, ik herinner me je naam nog wel. Ja, slaap lekker. Ja, ik... Doe je? Je zal nog van mij horen, in ieder geval. Hey, stem herinner ik me nog wel. Kom maar mee. Kom maar mee, jongens. Laat ze maar lekker slapen, jongens. Laat ze maar lekker slapen, jongens. Wat een stuk ellende. Dit was de laatste dag. Rijk morgen in mijn BMW van 500.000 weg. Wat een ellende. En dan zit ik weer vast, hè, voor niets. En jij ook, als mijn montuur, zit je weer vast. Dit was de ongelooflijk. Laatste dag dat ze deze cel hebben gezien. Zo, wat kunnen ze hard schreeuwen, zeg. Advocaat. Hij mogen we een advocaat, heren? Heren. Ja, ik wil advocaat. Mijn oren die gingen best wel aan. Poef. Oh mijn god zeg, wat de hel. Oh, wat een dag was dit zeg. In ieder geval hebben we ze gepakt. We hebben ze gepakt. We hebben ze gepakt. Hey Steve. Stefan, ben je blij? Dat was hem hè? Ja, dat was hem 100% man. Dat was hem. Ik herken hem nog. Ik herken zijn stem uit duizenden. En ook die gezichtsuitdrukking, ik zei toch, dat was een hele bijzondere gezichtsuitdrukking. Dus ja, weet je, als hij een beetje dat gezicht opzet die hij had gedaan bij de overval, herken ik hem gelijk. Hey, toppie, man. Dreadlocks, heel duidelijk, heel duidelijk. Nou ja, ze zijn in ieder geval voorgeleid. Volgende week komen ze voor de rechter. En dan op naar de gevangenis. Dus, thanks voor je ooggetuigenverklaring. En ik hoop dat je vanavond weer een beetje normaal kan slapen. Kunnen we nog iets met jullie vertellen? Of moet ik nog bij mijn advocaat toch iets melden? Nou ja, of bij de ik denk bij de rechtszaak, man, dat je wel even moet komen getuigen natuurlijk. Maar ik denk dat de hulpofficier van justitie daar wel... Daar krijg ik vanzelf wel een brief over, toch? Ja, van de officier van justitie samen met de hulpofficier van justitie. Die zullen wel contact met je opnemen. Ja, inderdaad.
Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben kunnen betekenen. Ik ben heel blij dat deze man van de straat is. Nu word ik in ieder geval niet meer door die man lastiggevallen. Dus ik hoop dat hij lang, maar lange tijd achter de tralies verdwijnt. Ik hoop dat ook. Ik hoop het ook echt. Nou, in ieder geval, wij gaan de zaak even op papier zetten. Ik hoop dat je vanavond weer een beetje normaal kan slapen. En dan wens ik je nog een fijne dag. Ik heel erg op. Oké, dan ga ik even naar Als je toch nog bang bent, je kan vanavond gewoon bij mij op de bank crashen, je weet het. Ja, ik heb nu wel een hotelletje gefixt, dus dat komt wel goed. Maar ik kom vanavond nog wel even langs met een vriend van mij. Is goed, man. Is goed. Nou, dan wens ik jullie een fijne dag, dan ga ik er weer vandoor. En heel veel succes met de rechtszaak en alles wat erbij komt kijken en al dat papierwerk. Even als een man. Toppie, dankjewel, man. Hey, mazzels. Hi, fijne dag. Doei, dank jullie wel. Jullie zijn helden. Jullie zijn echte helden van de politie. Doei. Iedereen super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet nog even mij op social media te volgen. Als je deze video vet vond, alle links staan in de beschrijving. Smash natuurlijk nog even die like knop. En vergeet niet op het belletje te drukken om up-to-date te blijven. Ben je nou nieuw? Abonneer dan even en druk op het belletje. Zodat je up-to-date blijft van alle video's die ik upload. En wil je nou ook op de No Hero Play Discord joinen? Om op de No Hero Play server te spelen. Join dan de No Hero Play Discord. Linkje staat in de beschrijving hier beneden. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag toe. En hoop ik jullie weer terug te zien natuurlijk bij mijn volgende video. Nogmaals dankjewel voor het kijken. Like, subscribe. En kijk ook nog even naar de linkjes in de beschrijving zoals ik al zei. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Laters.